Weet je wat dit is? Dit is celluloid. Dat filmden we vroeger op. Net als met de fotografie, dat moest ontwikkeld worden. Dat ken je tegenwoordig helemaal niet meer. Tegenwoordig wordt alles op mobieltjes gefilmd, iedereen kan filmen. Maar vroeger was dat een heel avontuur. En dat deed me terugdenken aan 1987, Amsterdam. Broeierige, warme zomeravond in augustus. Douwe-Jan Wiersma zat tegenover me in café De Eerste Pomp na het stadhuis. Douwe-Jan zei opeens, Joris, zullen we een film gaan maken? Wat hij zei, dat meende hij ook. We hadden niks, we hadden geen materieel, geen materiaal. En acteurs, vroeg ik dan, dat is helemaal een probleem. Na enig overleg bedachten we dat we gewoon onze vrienden zouden nemen, Broetske en Gordon. Die zouden gewoon zichzelf laten spelen. In een soort schijnscript. Ja, zei Douwe-Jan toen. We doen net of we ze in de grot van Plato laten zitten. Volgens Plato moet je je voorstellen. Stel, gevangenen. Die zitten vastgeketend in een grot. Ze kunnen geen kant op kijken. Ze kijken alleen maar naar de grotwand recht tegenover ze. Zo hebben ze hun hele leven gezeten en ze kennen niets anders. Achter hen bevindt zich een vuur. Tussen hen en het vuur is een weg. Met een muurtje waarachter mensen lopen die allerlei voorwerpen met zich meedragen. Vanaf het vuur vallen de schaduwen van die voorwerpen op de wand waar de gevangenen naar kijken. Het enige wat de gevangenen in hun leven waarnemen zijn die schaduwen en echo's. Ze zullen denken dat deze de realiteit vormen. Op een dag wordt een gevangene bevrijd van zijn ketens en uit de grot geleid. Zijn ogen zullen eerst pijn doen van het licht van de zon. Langzaam wennen zijn ogen aan het licht en hij ziet ineens de werkelijke vorm van de voorwerpen waarvan hij in de grot alleen de schaduwen zag. Hij gaat terug naar de grot om te vertellen wat hij heeft meegemaakt. Daar, terug in de grot, zouden zijn ervaringen onbegrijpelijk zijn voor de andere gevangenen. Omdat hun taal alleen maar naar schaduwen en echo's geluisterd. We hadden dus bedacht om onze vrienden in de grot van Plato te laten zitten. In een soort schijnscript. Je zegt het ene en je bedoelt het andere. We laten ze A doen en we laten B zien. Maar om te beginnen wilden we dus eigenlijk alleen live scènes laten zien. Live scènes omdat we daarmee werkelijke beelden konden creëren. Het komt eigenlijk op hetzelfde neer als het werken met een verborgen camera. Je geeft ze wat te doen, ze zijn zo druk bezig, ze letten nergens meer op. Dat brommetje in de fik steken, dat hadden ze gewoon helemaal zelf bedacht. We hadden een fles met 100 gulden in het water gegooid. Dacht je dat die jongens aandacht hadden voor de camera? Maar als we zeggen dat Broetske de tv heeft kapot gemaakt, wordt ze echt boos. Ook zijn we de bewaker in, hij heeft zijn zakken vol. Hop, daar gaat hij, moet je dat bandje induwen. Tegen Broetske en Gordon hadden we gezegd, pak dat koffertje, maar kijk uit voor zijn bril. Zijn bril viel het eerst af, dus Wouter wordt zo boos, dit is geen acteren meer hoor. Het is dus eigenlijk een van de eerste real life soaps met opdrachten. Geef die spelers wat te doen, geef ze een schaakspel. En ze letten niet meer op de camera. Met dat schijnscript waren we er natuurlijk nog niet. Het zijn allemaal losse scènes. Geen rode draad. Geen verhaallijn. We wilden er een verhaal in knippen. En het interessante is nou dat dat verhaal ook de metafoor van de grotallegorie is geworden. De spelers zitten niet letterlijk in een grot, maar in een zwart-wit wereld. Wouter is boer. Hij kijkt naar zijn schaduwen op het land. Vage, schimmige beelden in een café. In de havens komt een boot voorbij varen.
Het zijn impressies. Het eerste gedeelte van de film is in zwart-wit. Dan spelen ze zwart-wit spelletjes. Ze schaken, ze biljarten, ze pokeren. Ze puzzelen zelfs met een zwart-wit schilderij. En uiteindelijk willen ze toch uit die sleur en de wereld van de ideeën van Plato. De wereld van het goede, het schone en het ware bereiken. Ze denken dat te bereiken met rijkdom. Dus ze roven ook, ze stelen. En uiteindelijk is die rijkdom daar toch in de vorm van een Van Gogh schilderij. Maar hoe was het ook alweer allemaal begonnen? Toen ik die bewuste avond in 1987 het café De Eerste Pomp na het stadhuis verliet, was het volle maan. Ik weet het nog goed. En wat wij besloten, dat deden we ook. Maar eerst moesten er camera's komen. We kochten van onze uitkeringen tweedehands en derdehands materiaal. Gaan jullie daar echt mee filmen, vroegen ze? Ja, dat gingen we doen. Een oud Kodakje uit 1927. Vooral oude Bolexen. Hier. Kijk eens, wat een mooie mechanismes. Ik weet nog, tijdens één avond liepen er 5 camera's vast. We repareerden alles zelf. Tot het laatste schroefje haalden we de camera's uit elkaar. We knutselden allerlei dingen in elkaar. Een stuntman, een pop en een filmklap. We kregen ook veel voor elkaar. We kregen een mobiletje wat ik aan de praat heb gekregen. We schreven brieven met brievenhoofden, Baudouin en Wiersma Productions. Daardoor konden we in het Van Gogh Museum filmen en mochten we op het strand rijden. Op Terschelling kregen we vergunningen om met parachute te landen. En gratis overtocht met de pont en 2 materiaalwagens en alle spelers. De zeevaartschool op Terschelling. Ze gingen met boten met ons mee. En de vrijwilligers die aangewezen werden, mochten met het biljart sjouwen wat we in een café konden lenen. Er gaat heel wat metrage in zitten in zo'n speelfilm. Douwe-Jan had filmmakers aangeschreven of ze nog onbelicht restmateriaal hadden. Johan van de Keuken en Jan Vrijman die hadden nog wel wat liggen. We kregen ook Nagra recorder te leen van Louis van Gasteren. Bij Frans van der Staak mochten we dan het geluid monteren. En Wim Laurier die gaf ons advies en die deed de mixage. Eerst hadden we een stomme film van 1,5 uur. Later hebben we er alle geluiden aan toegevoegd. Dit is het geluidsplan wat we volgens zijn instructies gemaakt hebben. En de randnummers die we opschreven als we weer eens naar Hagen filmen moesten, kopietjes op te halen. We haalden ook streken uit. Gordon die botst tegen de politie op, Broedske die stal in de bijenkorf. We reden 240 km per uur op de snelweg. We stoten door het biljartlaken, zagen een boom om, gooiden tv stuk, duwden een treinwagon, maar stopten ook een kikker in de koelkast om hem te vertragen. Om een plas water te maken, om de lifter nat te rijden, hebben we 40 emmers water uit het kanaal gehesen. Bij het hoofdkantoor van een bank op de Herengracht heb ik gevraagd of ik het trappenhuis mocht filmen, met een model. Ja, dat is goed, zei je. We konden die middag komen. Ik had er niet bij verteld dat het model nylonkous over zijn hoofd trok en met een plastic pistool ging zwaaien. In de dubbelopnames hebben we toen een bankoverval van gemaakt. Maar toen Broedske met de tas met geld wapperend bij de Hortus Botanicus de weg overstak, slipte er een auto en er rende een vent uit. Toen we riepen, hé, we zijn aan het filmen. Toen kwam hij langzaam tot de stilstand. De man bleek een politieagent te zijn. Hij zei, als ik mijn pistool bij me had gehad, dan had ik geschoten. Het script bestond eigenlijk alleen nog in onze gedachten. Er kwamen scènes bij en er vielen scènes af. Het veranderde voortdurend. Het verhaal ontstond uiteindelijk op de montagetafel. Weken zijn we aan het monteren geweest. 12 uur per dag. Een spoor van kleine beeldjes en plakband wat aan onze zolen bleef plakken liep naar de snackbar. We maakten foto's voor de persmap. De strandscène. Wouter is boer. En uiteindelijk was er de première in Desmet. De zaal zat vol met vrienden. Er was gelach. En applaus. Hartverwarmend. De recensies waren zoals verwacht niet om over naar huis te schrijven. Hier, kapitale vergissing. Rommel. Windbuilen. En hier een pareltje, de leeghoofden. Ja,
Omdat we van 9 uur materiaal maar moeilijk dingen weg konden gooien, werd de film een beetje te langdradig, onduidelijk. En de voice-over tekst die erbij was gezet, daar konden de meeste mensen ook geen chocola van maken. Maar toch zat er een verhaal in.
did you come around? Don't act like nothing's going down. And did you come around? Don't act like nothing's going down. Yeah. Cause you fooled me when I was taking my time.
Thank you.
En als het Van Gogh schilderij in het museum is afgeleverd en onze vrienden denken dat ze de wereld van de ideeën van Plato kunnen betreden, de wereld van de cultuur, dan is dit zwart-wit schilderij hetgeen wat het kleurgedeelte doorkruist. En Pauline is daarmee aan puzzelen. En die weet uiteindelijk aan het einde van de film al die stukjes op hun plaats te krijgen uit die zwart-wit wereld. En hier is hij dan, de Van Gogh. Ik heb hem geschilderd in acrylverf. Douwe-Jan heeft de lijst geregeld. En ze hebben van ons het alarm afgezet en we konden zo in en uit lopen. En een leuke anekdote is dat er die week die grote kunstroof in het Van Gogh Museum was. Schilderij naar aanleiding van een foto van Douwe-Jan, waarin ik het mobiletje uitprobeer dat we voor de film gebruikt hebben. Douwe-Jan die schilderde ook. Hij had dit paard geschilderd in zijn woonwagen. Hij zei altijd als we gingen schaken, let op die oogjes, die kijken je zo loenzend aan. Dat zei hij om je af te leiden, dan kon hij winnen. En dit hebben we met z'n vieren gemaakt. Douwe-Jan die maakte de foto's op de dijk bij Enigenburg. Kijk, dit is hem geworden, maar er zijn er meer. Douwe-Jan woonde toen al bij Paulien, dus Paulien die schreef de teksten erbij. En toen stuurde ze mij een kopietje op van wat doen we ermee? En ik heb het uitgeknipt en ik vond het bij mij in de schuur. Mooi stukje van het oude oranje schuurpapier. Ik zeg, kijk, de schaduw die je dan op de dijk ziet lopen, dat was Gordon. Gordon is een paar jaar geleden overleden. Hij was ergens halverwege de 40. Vrij kort na de Grot van Plato overleed Fons. Hij was een dertiger. Hij speelde de dealer en de vriend van Gordon. De kroegbaas, Theo Niemeyer, een kunstenaar, overleed ergens toen hij halverwege de 60 was in 2005. Adriaan van der Haven, de galeriehouder, overleed in 2009 op 51-jarige leeftijd. Paulien is gestorven tijdens deze hermontage in het najaar van 2011. Zij werd 49 jaar. En dan Douwe-Jan. Douwe-Jan is in 2004, na een kort ziekbed, overleden in de armen van Paulien. Hij werd 40 jaar. Douwe-Jan is sinds de Grot van Plato bij Paulien gaan wonen. Paulien heeft op Terschelling de as van Douwe-Jan in de Waddenzee uitgestrooid. De locatie waar we destijds ook Broeske en Gordon verfilmden, toen ze fles met geld in het water gooiden op het einde van de film. Eerder in de film vinden ze een fles met geld in de havens. We vroegen ons af of iedereen dat door had. Ja, je kunt zeggen wat je wil over Douwe-Jan en al die vrienden die er niet meer zijn. Het zijn in ieder geval geen leeghoofden. De Grot van Plato. En nu laat ik het los.